Wanneer je een product of dienst levert, moet dit natuurlijk voor de afnemers een toegevoegde waarde leveren. Maar naast wat er wordt aangeboden, moet de service management ook op orde zijn om tevreden opdrachtgevers te hebben en houden. Als organisatie kan je het verschil maken door niet alleen de producten te leveren, maar juist die diensten eromheen. Die maken het verschil voor de klanten. Als je bijvoorbeeld een softwarepakket levert, dan kan het een heel goed pakket zijn. Maar als je alleen op het product focust, dan red je het niet. Je moet kijken naar die mensen en de dienstlevering die daaromheen zitten. Hoe is de implementatie, et cetera. Je zorgt daarvoor door te focussen op die mensen. Want die mensen kunnen het verschil maken tijdens de ervaring die een klant heeft met het leveren van een dienst. En als een organisatie moet je dan vooral focussen op de cultuur waar ze in leveren. En de werkomgeving waar ze in werken. En op het moment dat die heel erg goed is en dat die kan zorgen voor betrokken medewerkers, dan weet je zeker dat de medewerkers het verschil maken bij de dienstlevering. Ik ben Ron van Haasteren. Ik ben verantwoordelijk voor de internationale samenwerking tussen al onze kantoren. Met name gericht op de marketing. Maar daarnaast ook heel erg op de cultuur in al die kantoren. Wat je moet doen als organisatie om betrokken medewerkers te krijgen, is te kijken naar de motivatie van die medewerkers. En dat zit niet in de materialistische dingen, maar hoe dragen zij nou bij aan de core van de organisatie. Dus wees heel erg transparant in wat de doelen zijn en hoe ze daar een steentje aan kunnen bijdragen. Voor gelukkige medewerkers kun je natuurlijk allerlei voorzieningen treffen, zoals je achter ons ziet, de tafel. Maar het echte werkgeluk zit niet in de spellen, maar in de bedrijfscultuur. Om dit goed aan te pakken moet je als organisatie al bij je selectie filteren en heel kritisch zijn op welke mensen je aanneemt om die bedrijfscultuur te waarborgen. Ontwikkeling vinden we heel belangrijk. Zo heb ik zelf Damascus kunnen volgen. Ik heb een tijdje voor het kantoor in Londen kunnen werken, in de UK. En daarna heb ik vertrouwen gekregen om de vestiging in Canada op te zetten. Nou, het resultaat van die vrijheid en het vertrouwen, als ik dat op mezelf betrek, is het dat ik heel veel zelfvertrouwen heb gekregen. En meer in het algemeen denk ik dat je kunt zeggen dat je het beste uit mensen naar boven haalt. En dat is niet alleen goed voor die mensen zelf, maar ook voor je bedrijf en voor uiteindelijk ook voor je klanten. Ik ben Petra Overwiel, Business Unit Manager bij Topdesk. En ik ben samen met 12 andere collega's verantwoordelijk voor de zakelijke markt.